it's false. Excuse the nasi man na nilayan. Nothing is minzaak. Volgens mij spreekt het anders uit dan dat je het schrijft. Hoe ik mijn best ook deed. Ja, dat kan. Ja. Maar ik hoef geen Pools te leren hoor. Darkness rises in all you do. Dat vind ik een mooi duimpje. Ja. Perfect. Ja, dit was hilarisch. Dan gooi ik een camera zo voor in hun gezicht. jij hebt geen één keer gezwommen in heel die log. Nee. Why not? Ja, het is veel te koud. Maar even kijken. Zat jij nou ook in Storming Amsterdam CKV-dag? Nee, volgens mij niet. Volgens mij ook niet. Of misschien even snel, maar ga er eens heen. Hier. En dan zou je in de staring wel staan. I'll be there for you. La 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 la. Nu in thema staat van natuurlijk die grote wedstrijd van vanavond van Ajax en zo. Ja, maar we zouden heel even voordoen. Er was helemaal geen Ajax-wedstrijd. Wel. Nee. Wel, tegen Tottenham. Toen ging Ajax eruit. Nee, helemaal niet. Nou, ik zat in de bus terug, zat ik met mijn oortjes zeg maar, naar de radio te luisteren. Dat is helemaal niet waar. Ajax Tottenham was... Nee, dat was toen met Aja. Dat was hier. Aja was dat. De wereld achter Storming Amsterdam. De wereld... Ja. Zo was Ajax Tottenham achter de schermen. Daar was jij niet bij. Maar ga eens naar... Want wanneer was dat protest dan in Amsterdam? Klimaatprotest. Ben je daar ook geweest eigenlijk met ja? Die vlog? Maar dat is een aftermovie, is dat? Dan moet ik die even opzoeken. Aftermovie klimaat... Want dat was ook wel lachen. Klimaatstaking Harmen Frodo. Nou, daar gaan we. Plonk. Oh, je hebt hem. Oh ja, hier zit trouwens muziek onder die ik niet meer gebruik. Moest je met OV... Ja, ik ben met OW daarheen gegaan. Dat is heel goed voor het klimaat. Maar waarvoor gingen we daar überhaupt heen? We? Nee. Dit is ook nog een andere. Dit is mijn stakingfeest. Ja, nee, jij was er niet bij. Dit is die, maar je hebt ook nog een andere. Toen gingen we met school daarheen en toen was er een protest. Waar heb je het over? Toen was er politie en alles. Volgens mij heb je dat ook gefilmd. Was je er niet bij? Dat was ook, volgens mij was dat met... Met CKV. Toen waren we in Amsterdam, toch? Ja, met CKV. Maar dat toen zou dan... Toen bij het Rijksmuseum allemaal stakingen, zeg maar, daarachter. Ja, dat hebben we... In Amsterdam. Waarom heb ik jou ook dan in heel vlog... Toen gingen ze op de straat met z'n allen zitten en de weg blokkeren. Ja, maar als jij daarbij was, waarom heb ik jou dan die hele vlog niet gefilmd? Weet ik wel. Maar was jij bij die stakingen geweest? Ja. En daar ben ik ook geweest, maar volgens mij zaten we allebei in een andere groep en was jij 's ochtends en ik 's middags. Ja, volgens mij ook. Maar toen wij daar kwamen, toen ging namelijk de politie helemaal oproepen dat iedereen weg moest wezen. En toen gingen ze met paarden en zo komen. Ja, dat was in, zoals Ajax tot, zoals Storming School, Amsterdam, de wereld achter Storming Amsterdam en Noah Sandbrink was dat. Copyright, anders heb je maar je broek. Oh nee, dit is copyright. Oh nee, dit is copyright. Ik eet een Brody. Hier waren we toen echt vet dichtbij. Hier. Heb je alleen dit gefilmd? Copyright, ja. Nee, ga eens verder. Dat is het enige wat ik vind. Het zijn nevouw, doe normaal. En nevouw, knul op mijn hoofd. And should the sky be filled with fire and smoke. Oh, dit was ta-da-da-da-da-da-da-da. Oh, waarom heb je niet meer gefilmd? Omdat we er niet heen mochten, want dat werd afgesloten.
Oh ja, over dit stukje gesproken. Hier, dit stukje. Dat heb je dus ook in... Maar hier zijn wij met de pont naar de overkant gegaan. Ben je er ook geweest met de pont? Ja. Multi-language. Had je ook dat shot, daar begon het mee. Oh ja, deze. Is het nou best wel knap? Wat? Van jou. Oh, dankjewel. The snow glows wide on the mountain tonight. Not a footprint to be seen. Une région de solitude. Ma place est là pour toujours. Der winter hult zo wieder, storm kan schieten in de lier. Duits is gewoon, het ja. Wordt mij te veel. Het wordt mij te veel, hoe mijn best ook deed. Jij aan tamun zin lijk aan tjen. Het zijn nu hij, die Adam niet aan zon ken. Waarom ken je dit nog steeds uit je hoofd, man? Die zijn ingen ding van du angor. Al daar verstoor, al daar verstoor. Mama no, I know. She got a miser, she got a miser, no yo. Libre soy, libre soy, libre soy. Libertad sin violenta. Biskin, biskin, nothing against me. Instead, il sa surcan. Wat zijn de stemmen in de ulaïe? Dit is pops. Excuse the nasimen en ulaïe. Nothing against me, instead. Volgens mij spreekt het anders uit dan dat je het schrijft. Hoe ik mijn best ook deed. Ja, dat kan. Ja. Maar ik hoef geen Pools te leren hoor. Wat is volgens jou de allerbeste video op Harman Frodo? De allerbeste? Ja. Hoeft niet met jou, mag wel met jou. Natuurlijk met mij. Hoeft niet met jou. Hoeft niet, want anders kom je er niet uit. Even denken. Ben ik wel benieuwd naar eigenlijk. Joh, dat weet ik toch helemaal niet. Ik zit even diep te graven, maar dan moet ik even jou... Ja, dat mag. Ik zeg wel even als je hem gevonden hebt. Ja, dat je bent zelf voor mij dingen in zitten te spreken. Ja. Je zit gewoon een beetje... Ja, ja. Ja. Precies. Nou, dan gaan we weer terug. Hey, vrienden. Nou, ja. Afgelopen seizoen was maar het omhoog. Eigenlijk is het natuurlijk gewoon de beste. Die komt er natuurlijk nu aan. Ja, maar welke is het nou? Over de kutste weet ik het wel. Vlog 100. Vlog 100, vind je die de beste? Die hebben we vandaag pas gekeken. Hij is wel goed. Oh, dit vond ik ook wel grappig. Met een Luke Leventje. Ja, die waren ook goed. Ja, Luke moet nog een keer hierheen komen. Ja, waar blijft hij? Ja, Luke, waar blijf je? Lucas wacht op je. Even kijken. Ja, die was natuurlijk wel goed. Even kijken. Ja, voor de rest... Schotland vlogs natuurlijk, die waren geweldig. Ja. En, je bent 18. Nou ja, ja wat? Deze. Met Gunther. Met Gunther, zeker. Zullen we een bomcat bij Rutger doen, op zijn verjaardag? Dat jullie daar zitten en dan bel ik aan met een bom. Oh, dan zou die niet echt waarderen, denk ik. Zullen we dat doen? Ja, dat gaan we doen. Ja? Maar kijk, deze vlog toch? Deze op jouw verantwoordelijkheid? Ik vind het goed. Hoe kut is het als je niet bent uitgenodigd om een verjaardag om langs te gaan op die verjaardag? Ja, daarom. Dat nee, is echt maar echt de beste, dat zou ik niet durven zeggen. Wat vind je één van de beste dan? Ja, maar er zijn er genoeg. Nou ja, Schotland vlogs behoren bij de beste. Op zich zijn die bompakketten ook wel leuk. Ah. Een paar vlogs zijn wel leuk. Waaronder ik natuurlijk. Kunt. Excel. En podcasts zijn wel lachen. Ik ga geen slechte podcast opnoemen. Dat is een beetje zielig. Wat vind je een slechte podcast? Welke vond je slechter? Die met Sam of die met Leon? Even denken. Nee, eigenlijk vond ik er niet eentje heel slecht of zo. Heb je ze allemaal helemaal geluisterd? Nee. Heb je er één helemaal geluisterd? Ja. Ik heb die van Thijs bijvoorbeeld heb ik helemaal geluisterd. Helemaal? Alle 30 minuten? 42 minuten lang? Ja. Heb jij naar Thijs geluisterd die het onderwijssysteem wil veranderen? Ja. Oké. Ja, nee, respect hoor. Wil je dat liever niet dan? Jawel, ik vind het super fijn. Tuurlijk. 100%.
Echo Star. Het is niet zo van, je bent in Schotland en wow, het allergaafste dat ik daar gezien heb is dat ik onder water zat in Schotland. Omdat jij niet meeging. Jij zat daar te filmen. Oh, jij zag gewoon Loch Ness daar een beetje liggen. Kan je hier nog even zien. Weet je niet hoe vet Loch Ness is? Wat vind je Loch Ness van de rest van de top 10?